Ik heb de sleutel. Ja. Geen idee of we die nodig hebben? Ik denk het wel. Waarom werd ik vooruitgeschoten? What up YouTube? Super tof dat je kijkt naar deze allereerste, of ja eigenlijk de tweede Super Mario Maker 2 video. Want we hebben natuurlijk al een preview gedaan bij Nintendo. Ongeveer 3 weken geleden toen de game nog niet eens uit was. Heb je die video nog niet gezien? Ga hem zeker even checken. Maar nu is hij eindelijk uit en iedereen kan nu Super Mario Maker 2 spelen. Je kan me toevoegen op Super Mario Maker 2, mijn ID staat in de overlay. En ik heb ook al een leveltje gebouwd en die zie je hier. Dit is het begin van mijn leveltje. En die kan je ook spelen, want ook die ID staat in de beschrijving. Maar ik waarschuw je wel, hij is niet makkelijk. Ik ben benieuwd of jij hem uit kan spelen. Oh ja jongens, ik heb een prijs. Zo, die kan je winnen. Wat je daarvoor moet doen is een super tof level bouwen. Hem hieronder in de beschrijving zetten. Een beetje geluk hebben dat ik jouw level ook uitkies om te spelen. Want ik kan waarschijnlijk niet al jullie levels spelen. Dus daar moet je wel een beetje geluk bij hebben. Maar ben je een van die gelukkigen? Dan ga ik jouw level spelen binnenkort in een aflevering. Daarin kies ik het leukste of het tofst gebouwde level. En is dat toevallig jouw level, dan win je dat strandlaken. Maar nu ga ik echt eventjes Mario Maker 2 spelen. Ik ga even die oneindige missie spelen, jongens. Je hebt hier 5 levens en met die levens moet je zo ver mogelijk zien te komen op de map. Ik durf het wel aan om eigenlijk moeilijke levels te gaan spelen. Ja, dat doen we gewoon. Ik heb 15 levens. The Castle Way. Oké. Mijn eerste jumps in Super Mario Maker 2. Ja, oké. Ah, nee man. Hoe kom je opeens zo laag? Oké, lekker dit, jongens. Pap, pap. Pap, 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 pap. Nee! Oh, no. Oké, er gaan al 2 levens. Lekker dit. Oké, dit. Oké, die was nice. Nee, man, nu. En nu? En nu? Ja, oké, dit. Ja, oké, dit is prima. Ja, op zijn bakkes. Lekker. En door. En door. Oké, en nu? Een van die deurtjes? Nee? Hierin? Is dit... Dit is niet de goeie, jongens. Dit is niet de goeie. Wegwezen. Moeten we in deze. In de derde dan. Oké, ik heb in ieder geval power-ups en een sleutel. Yes! Oké, nu moet ik terug. Dan moet ik nu een van deze deurtjes openmaken. Deze? De middelste? Nee, potverdorie. Kan ik die sleutel nou... Nee, ik kan hem ook niet voor de andere deurtjes gebruiken. Oh, dus in elk stukje moet je een sleutel halen, hè? Dat is het ding. Ja, bedankt, hè. Freaking boom, 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 boom. Ah! Kom op z'n bakkes. Lekker. Oké. Ja, goed zo. Goed zo, Mario. Lekker, Mario. Ja! Hoe? Ik sprong op zijn hoofd. Lekker, Rick. Doe maar stoer met je moeilijke levels. Je bent al 4 levens kwijt, man. Oké, hier was de makkelijkste sleutel, hè? Ja, dit was de bonus sleutel. Top. Oké. De eerste deur dan? We gaan de eerste deur proberen, jongens. Oké, volgens mij... Ja? Moet ik hem verslaan? Ik hoef hem niet te verslaan. Ik kan gewoon lekker doorrennen. Freaking Meowser. Later, man. Nee. Gewoon nee. Ik ren gewoon door jou heen. Iemand heeft dit gewoon in 10 seconden gedaan. Oké, let's go. Volgende level. 4 levens kwijt, man. En dit deze heet gas. Oftewel... Oké. Ja, en nu? Ja. Oh, nee. Wat? En nu dacht ik een moeilijk level had gebouwd. Oké, dit is te doen. Nee! Oh my god, ik denk echt dat ik gewoon op iets makkelijkere levels moet starten of zo. Niet gelijk met die moeilijke te beginnen. Ah! Lekker. En nu? Oh, ik kan hier naar beneden. Maar ik wil eigenlijk gewoon lekker bovenlangs. Kan dat? Dat kan niet meer. Oké. Oh my god. Wat verzinnen al deze mensen, jongen? Ze willen je echt pijn doen, hè? Nee, nu ga je niet hierin, Mario. Je gaat bovenlangs. Je kan niet bovenlangs. Yo, maar dit is niet eerlijk. Go. En jump. Ja, oké. En nu? Wat? Mijn tijd is op. Het moet ook nog eens snel ook.
Dit? Ja, oké, okay, ik kan door. Ja, ren. En nu? Pauwblok. Lekker. Door. En nu? Spring. Yes! We zijn er! We doen het gewoon! Hoppa, met nog 3 seconden over! Ah, oh, lekker dit! Oké, dit was ook een leuk level. Ik vond het leuk, ik geef je een hartje. Eens even kijken, ik heb nog maar 7 levels over, hè? Ik moet muntjes verzamelen, zeker. Is dat het ding? Oké, 100 muntjes. Ik heb namelijk niet gekeken of ik iets bijzonders moet doen. Misschien hoeft het helemaal niet. Dat zou lekker zijn als het gewoon niet hoeft. Oké, go. Kan ik hierin? Nee, ik kan hier niet in. Ja, ik denk wel dat ik muntjes moet verzamelen, man. Het kan niet zo makkelijk zijn, dit level. Kan gewoon niet. Is onmogelijk. Of wel? Deurtje. Oké. Ik snap het niet. Moet ik gewoon daar naar boven of zo? Nee! Oké, ik moet dus wel naar boven hier. Ja, dan kan ik hier op. En dan kan ik hier op. Dan moet ik waarschijnlijk via die... Ja, hier naar boven. Heb ik een padde? Ja, oké. Jump. Oké, dit is nice. Dit is goed gedaan. Moet ik via hem naar boven? En via de muur erop. Ja, top. Oké, dit was een vet stukje. Dit was goed gebouwd. Weer deurtjes. Waarom? Oké. Volgende challenge. Bam. En nu? Kan ik niet meer overnieuw? Of... Moet ik even door een deurtje om het te resetten? Oké, hij is gereset. Go. Nee, doe dan! Spring dan hoger! Oh, nu moet ik heel dit stuk ook weer overnieuw doen. Dat wil ik niet. Okay, dit stukje gaat best wel soepel. Dit is niet het moeilijkste stuk van het level. Oké, dit kan ik. Maar waarom kon ik die stomme jump dan niet maken? Oké, let's go Mario. En A. Oké, dit ging niet goed. Maar dit haal je. Oké, dit haal je. Hier naar beneden. En nu? Dit is het! Yes! Lekker! Woe, krijg je weer wat levens erbij? Oké, dit was ook wel een leuk level. Dit zijn wel toffe levels dit. Oké, volgende. Eindzwaai in de woeste van Shadowbomb. Oké, dus hij heeft een woestijnleveltje gebouwd. Het begint als een classic Mario. Het begint niet super moeilijk, maar oké, wat niet is kan nog komen. Oké, let's go. We gaan gewoon rennen. En er overheen. Ja, dan bieten we deze guy. Dan gaan we eens kijken. Ja, we kunnen in de buis. Oh, Bowser Jr. Ik heb hem geraakt. En de sleutel. Ik ga gewoon weg. Dag. Later. Ik heb de sleutel. Geen idee of we die nodig hebben. Ik denk het wel. Waarom werd ik vooruitgeschoten? Ik moet gewoon onder hem doorrennen. Kijk. Nice. Ik kan hem gewoon laten zitten. Dag. Nog een keer proberen. Nou, wil ik niet op de voorste staan, jongen. Waarom? Waarom val ik eraf? Ik moet gelijk nog een keer springen daarna, hè. Oké, ik laat die Koopa nu lekker zitten. Ik spring hier op. Dan moet ik hier springen. En dan moet ik hier weer springen. En ik ga gewoon nog een keer springen. Daar is gewoon de deur en je moet hem gewoon perfect timen. Oké, nog een keer. Jump. En nog een jump. Ja. Nu kan ik hopelijk hier blijven staan. En ja, oké. We zijn het deurtje door, jongens. Man, wat kost dit een levens. Checkpoint. Ik ga deze enemies maar even niet verslaan. Ik ga lekker hier naar boven doorheen. Ik denk dat hij de eerste deur niet met goede bedoelingen daar heeft neergezet. Kijk, nog een leventje. Top. Bowser. Later, Bowser. Bam. Kablambi blam blam. Ik heb het wereldrecord. Hoe dan? Oké, deze krijgt een leuk van mij. Want ik heb het freaking wereldrecord gehaald, jongens. Dat vind ik trouwens echt toch wel Super Mario Maker 2. Dat je nu allemaal wereldrecords neer kan zetten. Het is eigenlijk een soort van social media ding geworden, man. Super Mario Maker 2 is echt awesome. Oké. Oké, wereld 5. Dump course. Oftewel domme baan. Oké, zit hier een paddenstoel? Nee. Ik moet zo jumpen. Ik kan hier onderdoor. Nee, ik heb hem nodig. Oké, schiet maar. Ja. Oké. Oh, wacht even. Wat is dit? Dan heb je het niet nodig. Oké. Even wachten. Oh, maar hè? Ik heb een sleutel nodig. Waar haal ik die sleutel?
Kan ik zo... Oh, kijk, ik kan zo naar boven via dat randje. Oh, oké, nice. Goed gedaan. Goed gedaan, GG. Hier doorheen. Dan hier doorheen. En nu? Kom je in een sneeuwlevel terecht. Hapsa, en hapsa. En heb ik weer geen sleutel. I don't get this level. Wat is er nou? Wat moet ik doen? Maar, en nu dan? Ah, kijk, nu heb ik wel een sleutel. Oké, net had ik geen sleutel, nu wel. Top. Dit is echt heel naar. Top. 1, 2, 3. En nu heb ik weer geen sleutel. Geef me gewoon die sleutel. Moet je dit per se twee keer doen of zo? Hoe zit het? Volgens mij zit die verstopt in één van die Koopas. En dan moet je nou precies de goede hebben. Ja, kijk, nu heb ik hem wel door de buis en dan springen. Ik moest gelijk... Oh, hè? Nee, dit is heel naar. Dit is heel naar. Dit is heel naar. Ik moet Yoshi wegdoen en dan... Hoe kom ik hier doorheen? Woe! Hoe kom ik hier doorheen dan? Oh, ja. Zo kom ik hier doorheen. Oké, het is gelukt. Het is gelukt. Wat een naar level was dit. Man, deze was niet zo leuk. Deze krijgt geen hartje van mij. We gaan gewoon gelijk door. White Walkers. Oké, Game of Thrones dingen. Ben benieuwd waar je mee aankomt. Hier overheen. Ik ga gewoon gelijk hier ook overheen. En dan moet ik uitkijken voor dit. Ja, oké, en dan ga ik... Oké. You know nothing, Jon Snow. Nice. Oh, nee. I know nothing. I know very nothing. Kan ik dit... Ja, oké, lekker. Kan je gewoon pounden. Dan gewoon zo er doorheen. Even rustig aan. Ja, White Walkers. White Walkers, lekker. Hij heeft wel zijn best gedaan om uitdagingen te maken in de level. Door er gewoon extra muntjes in te stoppen. Kijk al die White Walkers. Geniaal. Yes, we got this. We got this. Deze ging snel. Al die White Walkers waren niks. Ik ben Jon Snow. Ik weet niks, maar ik doe het wel gewoon. Hoppa. Wereld 7. Oké. En Yoshi? En, wat? Oh, ik ging zeker tegen zo'n bom aan. Oké. Wat moeten we hier doen? Kan ik hier... Ja, hier kan ik doorheen. Dit... Ik denk niet dat dit goed is. Dit moet je alleen als kleine Mario doen. Ik weet niet of dit goed is. Even kijken waar ik naartoe moet, jongens. Chain jumps. A lot of chain jumps. Kan ik hier doorheen? Dit is niks. Dit is niks! Dit is in ieder geval niet waar we naartoe moeten. Oh, kom op, Yoshi. Kom op. Aha, Yoshi. Lekker. Kan ik daar naar boven? Ah, pakketje. Oké, ik kan hier naartoe. En nu? Dat is ook niks, hè? Denk ik. Oh, wacht. Ofwel. Ik moet nu alleen Yoshi gedags gaan zeggen. Ik moet er zo overheen. Dat was gemeen. Oké, rennen, Mario. Rennen. Ik heb al het... Oh, ik heb natuurlijk... Nee, joh! Ik heb 6 sleutels nodig. Dat is het ding in dit level. Misschien is eentje al hier te vinden dan of zo. Nope. Eentje is sowieso wel tussen al deze bommen te vinden. Ik wil wel dit even met Yoshi gaan proberen te doen. Lekker. Oh, jammer. Kom op, Mario. Op Yoshi, want dan blijf je in ieder geval gewoon groot. Nice. Oh, kijk. Dit is lachen. Dit is leuk bedacht. Komt er zo'n bommannetje. Oh, dan moet je overal bommetjes gooien. Oh, dit is een nice level, maar lijkt me echt moeilijk, man. Oké, volgende stop. Hier doorheen. Let's go. En lopen. Oh, ik hoef het niet te bukken. Hoe gaat dit? Illuminati ding. Laten we gewoon zo proberen. Oh, we kunnen er ook bovenop springen, joh. Met Yoshi. Atza. Top, daar ligt ook een bom. Oh, dit is wel vet gedaan, jongen. Heel tof gedaan, dit level. Nu moeten we dan denk ik hier naartoe. Oké. Top. Daar ligt nu een bom. Die is ontploft, goed zo. Ik kan die chainjumps gewoon eten, joh, met Yoshi. Oké, even naar beneden. Even paddenstoeltje halen. Wow, dit is wel een sick level, man. Paddenstoeltje. Top. Even kijken hoe het ervoor staat hier zo. 1, 2, 3. Ja, oké. Nu kan ik hier met Mario in. Dan moet ik Yoshi even laten staan.
Oh, maar dat is niet de bedoeling. Wat is dan wel de bedoeling, joh? Is dit de volgorde? Ik denk het niet, hè? Misschien ook wel. Ik weet het echt niet. Let's go. Ik ga gewoon eens kijken wat ik hier moet doen. Oh, ik moet hier... Oké. Rustig aan. Rustig. Irritante zon is ook weer van de partij. Oké, dit gaat aardig. Nou hoop ik dat dit de goede manier is om dit level te spelen. Waar ben ik? Oh, ik ben boven. Oh, wat stom. Ik heb nu de 3 bommen opnieuw af laten gaan. En ik denk toch niet dat ik nu al naar buiten moet, jongens. Ik denk toch dat ik misschien gewoon eerst alles binnen moet doen. En dan op een gegeven moment naar buiten moet gaan. Dat klinkt op zich logischer. Let's go. Dus we gaan eerst nu hier naartoe. 1 sleuteltje. 2 sleuteltjes. En 3 sleuteltjes. Kan ik dan nu hier doorheen? Oh, was dit wel echt wat we als laatste moeten doen? Zit hier... Oh, het was het wel. Kan misschien nog wel terug. Nee, ik kan niet meer terug. Ik moet nu wipen. Oh. Oké, let's go. Dan gaan we weer hier doorheen. Gaan we kijken of we Yoshi nog terug kunnen... Nee, we kunnen Yoshi niet terughalen. En we moeten dit echt als kleine Mario doen. Hier ging het net fout. Nee, man! Nee! Kom op met die jump! Lekker. Oh, dan moet hij in één keer door. Nee, dat wist ik toch helemaal niet. Oké, jongens, nu in één keer goed jumpen. Laatste moment. En door. En door. En door. En korte jump. Ja, dag. Echt niet hoor. Wedden dat het was? Dat ik het eigenlijk gewoon gehaald had? Wedden? Ik weet zeker dat ik het gehaald had. Jongens, dit is mijn laatste leven. Oké, let's go. Ja, ja. En stop met rennen. En er doorheen. Oké. Nee, er is dus nog een stuk. Of was dit het? Dit was het. Ja. Ja, en dan die bom erop. Alleen nu, hè. Waar kom ik nu uit? Moet ik nou door het deurtje? Waar kom ik nu uit, jongens? Ik ben kleine Mario, hè. Wedden dat er weer een trap is? Ah, nee, we komen hier in het begin uit. Yes! Nee, hier moeten we straks pas naartoe, denk ik. Dit deurtje vertrouw ik echt voor geen meter. Of kom je dan gewoon in dat deurtje uit? Ja, dan kom je in dat deurtje uit. Oké, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Stop. Zijn we er? Vertel me dat er niet nog meer is nu. Ja, er is nog meer. Maar ik denk dat gewoon deze guy... Ja, deze guy moeten we slaan. Dat moet wel te doen zijn, denk ik. Kom op Mario. Ik word gewoon nu een beetje zenuwachtig. Daar komt het door. Daar komt het door. Lekker. Lekker. Even deze muntje nog pakken. Hier doorheen. Hebben we het? Nee, we hebben het niet. En nu? Zie je, er is nog een Bowser. We hebben het! We hebben het level gehaald. Oh, wat een tergend moeilijk level was dit. Oh, 3 levens erbij. Oh. Oké. Jongens, wat een game is Mario Maker 2, jongens. Wat een levels zijn mensen aan het bouwen. Het is niet normaal. Cannon Attack 2, the second one. Oké. Soort van de eerste was te makkelijk. Nu gaan we de tweede doen. Is dat wat je wil zeggen, vriend? Oké, dit. Oké, wacht. Oh, wacht. Wacht. Nee! Ik moet ook gewoon gelijk door. Dat is het. In dit soort levels moet je volgens mij gewoon keihard in één keer door. Let's go. Jump. Ja, oké. We zijn nu een paddenstoel kwijt. Maakt niet uit. Maakt niks uit. We gaan gewoon door. Is hier een paddenstoel? Hier is een paddenstoel. Oké, door. Lekker. We gaan hier naartoe. Shit, die was onnodig. Oh nee, die was echt vet onnodig. Oh, wat ben ik aan het doen? Waar ga je helemaal naartoe? Waar ga je naartoe? Moet ik gewoon zelf door in dit level? En nu?
Schiet dan op met je groene platform. Dit ding is zo traag. Ik wil wel eens even weten waar je naartoe gaat. Jij gaat weer een heel rondje maken nu, hè? Oké. Okay. Ah, nee. Nee. Oké, goed zo. Eén leven nog. Het kanonnenlevel gaat me nakken. Dit is het einde. Van... Nee. Ah. Of gaan we het weer flikken? Gaan we het level weer met het laatste leven halen? Kan. Kan gewoon. Is net ook gelukt. Ja, moet ik niet zo spelen. Ja, ik kan ook gewoon hier staan wachten. Op mijn groene vriend. Mijn vriendelijke groene platform. Uiteindelijk zal die wel deze kant op komen, toch? Zou je zeggen? Niet? Waar is het platform nou naartoe? Dit is toch niet eerlijk? Oké, zo? Ja? Oh, daar is het platform. Oh, we hebben het platform weer teruggevonden, jongens. Oké. En nu? Ja, waar is mijn platform, vriend? Ik kan hier wel wachten, gewoon. Ik kan hier gewoon chillen. Er zijn geen gouden ontploffende bommetjes. Dus ik zou kunnen wachten op mijn platform. Ja, of ik moet gewoon door. Ik ga gewoon de gok wagen. Nee! Kan ik het nog halen? Kan ik het level vanaf hier halen? Nee, ik kan het net niet halen, zeker! En nu ben ik dood. Nu ben ik dood. Ja hoor! Oh, we hadden het eigenlijk gewoon gehaald. Jongens, dit waren wel echt een paar moeilijke leveltjes hoor. Maar dit is super leuk om te spelen. En nogmaals, ik vind het ook super leuk om jullie levels te spelen. Dus gooi vooral allemaal jullie levelcodes hieronder in de reacties. Dan kan je dat leuke strandlaken winnen van Super Mario Maker 2. De winnaar wordt in de eerste video bekendgemaakt waarin ik levels van jullie ga spelen. Doe even een blauw duimpje omhoog voor Super Mario Maker 2. Abonneer op mijn kanaal als je daar zeker meer van wil zien, want we gaan dit kapot spelen. En wil je me live zien gamen, volg me dan zeker ook even op twitch.tv/rickatu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!